ik wou niet meer deel uitmaken van de samenleving. Ik had het gevoel dat ik niks meer, niks meer leverde en dat ik gewoon, dat ik er een einde aan moest maken. In het kader van True Selfie zit ik hier mooi in de natuur met Niels. Wat tof dat jij je verhaal wil vertellen. Ja. Maar jij hebt eigenlijk ons benaderd en gezegd van ik wil praten. Ja, dat klopt. Hoezo? Ik wil dat de jongeren om me heen, maar ook gewoon in Nederland, gewoon opener over hun depressie en psychische stoornissen gaan zijn. Ja. Want jij hebt daar last van. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, als je een jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd dat het, dat het gewoon grof gezegd niet goed ging. Mm-hmm. Netjes uitgedrukt. En hoe ik hier nu zit, kan ik gewoon met volmondig ja zeggen dat het gewoon goed met me gaat. Dus het gaat nu een stukje beter, daarom kun je er nu ook over praten. Ja. Wil je erover praten? Maar kun je omschrijven, de Niels van een jaar, anderhalf jaar geleden, hoe zag jij er toen uit? Ik had psychisch niet epileptische aanvallen, dus ik was heel erg aan het trillen, ik was heel duizelig. Ik had een hele gesloten houding. Kun je dat voordoen? Ja, ik ga helemaal gebogen zitten. Zo zat jij letterlijk? Ja. Gewoon zo zat. Het liefst nog op de grond. Ik had last van een spanningsaanval en het enige wat ik dan bijna zei is dat ik er niet meer wil zijn en dat ik gewoon er geen zin meer in had. Je wilde eigenlijk dood? Ja, dat klopt, ja. Wat heftig. Dus je zat eigenlijk jezelf klein te maken en naar de grond te kijken, want je wilde daar niet zijn. Ja. Ik wou niet meer deel uitmaken van de samenleving. Ik had het gevoel dat ik niks meer leverde en dat ik gewoon, dat ik er een einde aan moest maken. Aan de ene kant, dat klinkt super heftig. Aan de andere kant, ik kan me dat ook niet zo goed voorstellen. Ik heb wel eens slechte gedachten gewoon, hè, zoals denk ik iedereen wel eens heeft. Wat gebeurt er dan op zo'n moment in jouw hoofd? Want daar heb je dus heel veel last van die negatieve gedachten die eigenlijk de overmacht nemen in jouw leven. Ja. Wat denk jij dan? Ik hoor dan stemmen in mijn hoofd en die zeggen dan gewoon, je doet niks meer goed, je moet er een einde aan maken, je moet stoppen met dit. Hoe komt het dat jij zo slecht over jezelf bent gaan denken? Eigenlijk sinds dat ik heb vroeger speciaal basisonderwijs gedaan, toen speciaal praktijkonderwijs. En daarna ben ik gewoon naar het mbo gegaan. Maar daar heb ik een heleboel moeite mee gehad. En dat heb ik wel niveau 2 in 4 jaar afgerond. Maar daarna ben ik eigenlijk in een diep dal gevallen en kreeg ik veel meer last van mijn spanningsaanvallen. Is er dan een bepaald moment geweest dat je dacht van dat masker dat moet af? Of was dat nadat het weer een keer fout was gegaan? Wat was dat moment? Nee, dat is eigenlijk sinds vorig jaar. Eigenlijk sinds toen ik meer open ging zijn over mijn psychische klachten bij de psycholoog en de psychiater, ben ik eigenlijk gaan leren om gewoon ook mijn masker af te zetten. En beetje bij beetje ben ik eigenlijk veel opener geworden over mezelf. En maar hoezo dan? Moest dat van hun? Of? Nee, maar dat kwam ook eigenlijk uit mezelf. Ik weet gewoon, ik kan wel een masker ophouden en ik kan me wel groter voordoen als ik ben. Maar daar ga ik niet uit mijn psychische klachten, die gaan daar niet minder van worden. Nee. Mooi. Ja. Mensen kunnen vinden wat ze van me vinden, maar ja, je moet er soms gewoon scheid aan hebben. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar je vertelt het nu, je vertelt net dat je met je hoofd zo omlaag zat. Nu zit je hier gewoon zo in de stoel te vertellen. Bam. Maar eerlijk, hoe gaat het dan nu met je? Een beetje bij beetje, stapje voor stapje gaan we vooruit. Soms probeer ik nog wel gewoon uit te gaan voor iemand van 24, gewoon naar festivals te gaan. Even drankje, even lekker de dat gaat wel goed, maar soms wil ik gewoon naar de Ziggo Dome of iets grotere dingen. En dan zit ik gewoon grotendeels bij de EBO. Omdat ik gewoon veel te veel van mezelf verg. En dat is gewoon nog niet goed. Maar stapje voor stapje gewoon wat rustig drinken in Almere. Dat gaat gewoon heel goed. Of in Lelystad. Soms heb ik nog wel negatieve gedachten die tot minder leuke dingen kunnen leiden. Maar of die laat ik gewoon zijn wat het is. Ja. En daar zoek ik gewoon de hulp voor op. Die goed voor me is. Ja.
En nu, in Lelystad woon je nu? Ja. Begeleid wonen? Hoe kijk je naar de toekomst? Ben je daarmee bezig? Ja, nee, met de toekomst ben ik zeker bezig. Ik ben bezig dat ik op kamers ga wonen en wel nog met begeleiding. Maar wel dat ik gewoon uiteindelijk op mezelf kan gaan. Dus er is wel een groot verschil tussen de Niels die op de grond zat. Ja, nee, dat klopt zeker. Ja. Nice. Ik vind het echt mooi hoe je dit vertelt. Ja, nee, dankjewel. Cool. Dankjewel. Nou, jij bedankt. Ja. En zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te praten over de dingen die ons bezighouden. Blijf niet zitten met jouw struggles en met jouw verhaal. Check 3fm.nl/trueselfie. Deel jouw verhaal met #trueselfie en laten we elkaar inspireren en elkaar helpen. Dankjewel. Dankjewel, Niels. Zullen we nog een koffietje bestellen? Ja. Let's go.